Na de bekerzegen op Ajax moet Jan-Dirk Veenert toch gewoon zeggen, we willen kampioen worden. Weer zo'n laffe doelstelling, gewoon voor de dubbel gaan lijkt mij. Dit is FC Rijnmond. Welkom bij FC Rijnmond. We zaten op de vrijdag en de zondag kan je naar ons kijken. Dan blikken we op vrijdag vooruit dat wat komen gaat dit weekend. Een beetje terugblikken natuurlijk op deze mooie bekerweek. Dat doen we met, je zag maar even zitten, Jan-Dirk Stouten. En naast hem aangeschoven de Feyenoord-watcher van Voetbal International, Martijn Krabbedam. Martijn, je bent altijd warm voorstander geweest van Fred Rutte. Je zat een beetje in de Fred Rutte-fanclub. Want de onervaren van Bronckhorst acht jaar nog niet helemaal rijp. Maar na deze week, topper van Bronckhorst. Het is nog ineens november, hè? Maar je kunt niet ontkennen dat Van Bronckhorst het er nu toe geweldig doet. Het zit allemaal wel mee, maar hij doet goede dingen. Dus wat meer fan geworden van de trainer Van Bronckhorst? Het gaat toch niet om fan zijn? Hij wordt aangesteld als trainer. Dan ga je gewoon kijken, wat heeft hij nou getraind tot nu toe? En dat is dan helemaal niks. Dus daar mag je best je vraagtekens bij plaatsen. Omdat iedereen ook zegt dat het trainerschap dat het een ervaringsvak is. Ervaring had hij niet, wel als speler natuurlijk. Maar het valt allemaal goed in elkaar momenteel. Alleen, er komen slechte tijden heus wel een keer aan. En, ja, en dan moet je er staan als ploeg, maar ook als coach. En Dat hebben we nog niet kunnen zien. En gelukkig maar voor Feyenoord. Hoe was jouw week deze week? Wat bedoel je? Nou, gewoon. Je bent in Engeland beroemd geworden. Ja, je bent in Duitsland. Je was in een spelletje bij 538 het antwoord. Wat zegt hij hier? Ja. Je bent uitgenodigd voor orgies volgens mij door heel Rotterdam en wijde omgeving. Ja, ik heb twee mannen uit Lekkerkerk die wilden met me mee naar een orgie. Ik zal vanwege privacy reden niet bekendmaken wie dat zijn. Je hebt dat al gedaan. Ik heb een aantal. Nee, ja, weet je, je verslaat zo'n wedstrijd. Er is prachtige ontlading op het laatst. Je merkt wat het doet met deze regio, dat alle emoties van het leven samenkomen. Als Feyenoord wint in de Kuip van Ajax in de laatste minuut, dan staat dat op de site van de Daily Mirror en in Duitse media. Wat het mooie is, Etienne, zo eerlijk moet je ook zijn. Succes verslaan levert vrienden op. Als Feyenoord verliest met 2-0, wat had gekund, zeker had gekund, op basis van de eerste helft ben ik een slechte verslaggever. Het is prachtig om mee te maken, maar ook weer betrekkelijk toch. Maar wat heb jij dan, hoe is dat gegaan? Want ik heb dat fragment ook gehoord en heel veel mensen hebben dat gehoord. En dan zie ik het bij Rijnmond op Facebook staan, op onze Rijnmond Sportaccount. En daar komen berichten onder van dat mensen dat nog een keer luisteren. Kippenvel, ik kan nog steeds huilen. Martijn huilt nog steeds als dit fragment hoort ook. Ja. Maar wat is er dan? Ja, nou, wat gebeurt er? Kijk, ik zit op Twitter een aantal jaren, maar ik heb nog nooit 700 berichten in twee dagen gehad. En nu zijn er geloof ik 1200 sinds woensdagavond. Mensen vinden dat gewoon mooi. En het is mooi dat wij van Rijnmond, want zo moeten we het ook zien, we doen het echt met elkaar, dat wij die stem mogen laten horen. En dan zijn journalisten een beetje afstandelijk altijd. En jij zit op de perstribune. Ik hoorde hem ook. Dat hoorde je toch ook? Ja, natuurlijk. Van Bronckhorst hoorde ons ook. Op de bank. De bank. Ging boven alles uit. Ja. Maar hoe kijk jij ernaar? Want die twee zijn natuurlijk wel losgegaan. Ja, nou ja, hoe kijk ik ernaar? Ik ben niet anders gewend natuurlijk. Nee. Dus, want als het slecht is, ik kwam die wedstrijd uit bij RKC Waalwijk herinneren. Ja. Toen was het ook met heel veel volume. En toen was het slecht, matige ploeg over een sluiterkampioenschap. Ja. Weet je nog? Ja. Ga je schamen, dus zo is het ook. Bij Jan-Dirk is het zo dat ik hem altijd wel geloofde. Het is wel zo dat hij betrokken is bij Feyenoord. En dat hoor je terug in dat commentaar. En het is niet zo dat het gemaakt is. Dat hoor je gewoon. Dat is dit bij hem absoluut niet het geval. Denk je dat het in de week zou zitten? Nou, ik weet het niet. Zo bijzonder was het ook weer niet. Nee, laat maar kijken. Is de week. Ik zou zeggen, hebben ze een stunde? Nou, ik dacht meer aan een minuut of drie. Daar zijn we weer. U heeft de week vorige week op tv een weekje moeten missen. En daar was een heel goede reden voor. Don Leo Beenhakker vertelde immers exclusief in FC Rijnmond zijn verhaal. En daarvoor wilden wij natuurlijk vrij baan maken. Later vertelde Beenhakker overigens zijn verhaal ook nog exclusief aan de Volkskrant. Was die exclusief te zien bij Studio Sport, stond er een exclusief interview in het AD en was Don Leo exclusief te gast bij De Wereld Draait Door. Zou die iets te verkopen hebben? Eigenlijk een beetje een domme vraag. Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen bij sommige mensen. Het is wel een domme vraag. Enfin, daar zijn we dus weer. Na een weekje voorspelbaar bekervoetbal, weinig verrassingen, er werden traditiegetrouw de nodige profclubs uit het toernooi gekegeld door een amateurclub. Zo verloor eredivisionist Excelsior van hoofdklasser Excelsior 31. En ging FC Dordrecht onderuit tegen topklasser Capelle. Dat was kinderspel van Capelle. En bij kinderspel hoort een kinderliedje. Samen kennen zij de Mosselman, die woont in Zeveningen. Heel slecht.
Maar het hoogtepunt... Ja! Het hoogtepunt van deze bekerweek kwam natuurlijk op woensdagavond in de Kuip. Het vertrouwen bij Feyenoord was groot. Het spandoek ook. En dus kon het eigenlijk alleen maar goed aflopen. Dat zal ook wel de reden zijn dat onze verslaggevers Jan-Dirk Stouten en Dennis van Eersel zo analyseren. Maar die maakt hem! Ik weet het niet! Is die bal geraakt? Ik weet het niet! Zo bedeesd. Het is 1-0! We worden gek! We worden gek! 1-0! Zo rustig. Het jaar fluit af! Fluit af! Ja! En zo bescheiden verslag deden. Deze mensen, onder dat schitterende spandoek, kregen trouwens helemaal niets mee van dat doelpunt. Naar verluid werd daarom massaal geluisterd naar Radio Rijnmond. Ja! 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 Hij dat niet! Hij dat niet! Hij dat niet! Hij dat niet! We winnen! Ja! Met 1-0! Met 1-0! En als u zich afvroeg wat er verder onder dat spandoek gebeurde... Wat een orgie! Wat lekker! Wat heerlijk! Wat mooi! Oh, dat was een beetje... Wat mooi gaat er dit. Nu door je heen, hè? Ja, mooi joh. Hey, laten we even terug gaan naar die wedstrijd. Die vreugde naar die overwinning was natuurlijk mooi. De ontlading was mooi. Als je nou kijkt naar dit Feyenoord, is het nou onverzettelijk geworden? Is het geluk? Want sommige wedstrijden vallen ook je kant op. Ja, nou ja, voor een groot deel geluk. En niet alleen op het veld, ook buiten het veld. Dus je ziet iedere zaak voor de arbitragecommissie die eindigt in een overwinning. Dat is kwaliteit toch, als je die wint? Dat is een kwaliteit, zeker van de jurist. Maar dat moet ook wel een beetje meezitten wat dat betreft. En ook in wedstrijden heeft het niet echt tegengezeten. Een penaltietje hier en daar. Ja, als het zo de goede kant op valt, helpt dat mee. Maar als je puur kijkt naar het voetballende gedeelte. Kijk, Ajax is voetballend wel verder. Dat kon je de eerste helft duidelijk zien. PSV is voetballend verder. Dat kon je, toen ze daar speelden, kon je dat zien. Dus Feyenoord heeft wat dat betreft nog wel een paar stappen te maken. Maar kan je nagaan als ze dat ook nog doen. Ja, aan de andere kant, want niemand durft het woord kampioenschap een beetje in de mond te nemen. Ik denk dat Martijn gelijk heeft, maar het is wel en-en, denk ik. Dus tuurlijk, het is en geluk. Maar het is ook zo dat deze ploeg, dat bleek al in de eerste, de beste competitiewedstrijd thuis tegen Utrecht, zich over dode momenten heen kan knokken. En dan toch weer met Dirk Kuyt. Al moet je van de week over Ajax even zeggen dat ik erg heb genoten, ga ik ook gewoon zeggen op deze plek, van Bazour. Wat een geweldige middel. Die was tuurlijk, echt heel, spelen. Heel, heel goed. Ja. Ja, het grote verschil is dat ze nu natuurlijk veel meer ervaring hebben dan vorig jaar. Terwijl ik ze vorig jaar eigenlijk wel beter vond voetballen. Ja. Als je de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar neemt. Die verloren ze. Voor de winterstop. Ja, voor de winterstop. Die verloren ze dan. Maar ik heb nog nooit gezien dat Ajax zo overhoop is gespeeld als toen. Maar nu zijn ze toch in staat om wedstrijden gewoon te beslissen. Hè? Met een Elia, met Kramer, met Kuyt. Zit scorend vermogen in. Ja, dan ben je toch als ploeg, helpt dat je wel. Maar wat ik net zeg, als ze er ook nog eens goed bij gaan voetballen, ja, dan kan het helemaal wat worden. Maar als je daar dus naar gaat kijken, dan zou je eigenlijk zeggen, weet je, zonder azijnzekerheid te zijn. Want als je naar het spel kijkt, dat is niet dat er nog heel veel lijn in zit in het spel, toch? Nou, in sommige wedstrijden wel. Twee keer tegen Zwolle wel. Zeker in die eerste bekerwedstrijd tegen Zwolle was het goed. Bij Vlagen was het ook in de tweede helft heel behoorlijk. Maar het houdt niet over. Nee. Maar goed, als je ook naar het elftal hebt met John de Wolf wel eens over gehad, in 93-94... kampioen werd. Ja, dat was ook niet altijd gestroomlijnd wat daar gebeurde. Dat werd ook beter op het einde van de competitie. Ja. Dus ja, er is niets mis mee om op basis van strijdwedstrijden te winnen. Nee, alleen kan je dat een heel seizoen volhouden. Dat is een grote strijd. Vraag. Kijk, Ajax heeft altijd iets waarop ze kunnen terugvallen. Positiespel, ja. Duidelijke afspraken. Bij Feyenoord ontbreekt dat nog enigszins. Dus daar is het wel belangrijk dat er gewoon snel in komt. Want dan creëer je gewoon houvast. Plus die vechtlusten dan nog bij. Ja, maar dat kan je echt een end komen. Dat in dit seizoen dus Feyenoord wel die wedstrijden waarin het heel moeizaam gaat. De Graafschap bijvoorbeeld. Dat ze die dan wel weer net over de streep weten te trekken. Dus dat zit er dus wel in. Er zit veerkracht in. Als je kijkt naar PSV bijvoorbeeld tegen Excelsior, doen we dat dan weer niet. Nou, ik ben met name benieuwd naar de samenstelling op het middenveld. We kunnen vandaag ongeveer wel horen van Bronckhorst dat Marco Wijnovic weer gaat spelen op dat middenveld. Maar daar blijven problemen. Iedereen zal nu druk gaan zetten op Van der Heijden. Iedereen zal proberen Wijnovic in die verdediging rol te dwingen. En dan ben ik benieuwd hoe dat gaat marcheren. Maar het is wel opvallend. AZ, ja? Want Vilena speelde tegen Ajax en misschien niet zijn beste wedstrijd, maar hij bracht natuurlijk wel wat hij moest brengen. Power, kracht, hè. Zat kort op Bazour. Ook veel fouten. Ook veel fouten, ja. Maar het ging van Bronckhorst juist omdat hij die power, die agressiviteit, dat hij die in de ploeg kreeg. Nou spelen ze tegen ADO Den Haag, dat wordt een soortgelijke wedstrijd. Want ADO Den Haag, ik weet dat ze daar al heel de week bezig zijn met die wedstrijd. De vrees is van alles aan het verzinnen om het Feyenoord heel lastig te gaan maken. Ja. Ja, dan heb je toch ook die power van Vilena misschien weer nodig. Nou kies je nu weer voor Vajinovic, maar wat doet hij dan een week later als Ajax weer op bezoek komt? Dus dat is even... Je zou ook kunnen zeggen dat drie weken een ploeg staan die heeft gewonnen. Nee, dat kan ook niet. Dat het zou ook wel eens goed zijn om Vilena een tijdje langer aan het werk te zien. Dat zou want één wedstrijd tegen Ajax, we zijn streng voor hem.
In het opzicht dat hij niet goed was. Een paar echt verkeerde ballen. Maar het zou wel spannend zijn. Een spannende gedachte om hem een tijdje in die basis te zien. Want Vejinović heeft natuurlijk ook zijn beste wedstrijden niet achter de rug de laatste weken. Dus daar kan ik me wel voorstellen dat je voor wat anders kiest. En dat moet je van Broncos wel nageven. Maar hij durft wel keuzes te maken als beginnende trainer. Zie immers, deze keuze. Maar hij draait hem wel weer terug voor de competitiewedstrijd. Terwijl je dan ook zou kunnen zeggen, weet je wel... Maar je, als coach heb je toch het recht om te kijken... wie is in welke wedstrijd het meest bruikbaar. Dat is het recht van een topcoach. En hij doet het gewoon, hè? Want Vilena is toch een speler van wie Feyenoord afscheid gaat nemen. En vice versa. Vind ik ook. En Vejinović is een jongen voor de toekomst. Maar daar heeft hij dan maling aan. Hij kiest gewoon voor de in zijn ogen beste ploeg. Hij is ook voor de korte termijn, doet hij goed. Ja, ik ben niet heel erg van het collega's besje. Maar als ik dan lees dat de Telegraaf een artikel gaat schrijven... over misschien wel een onderzoek naar Kramer... Vanwege bewegingen, acties, wat denken jullie daar dan van? Ik heb het helemaal niet gezien. Ook, het is heel raar. Normaal zie je nog wel eens beelden na wedstrijden terug van dat hij een duw of een klap geeft. Maar ik heb dat helemaal niet teruggezien. Ook tijdens de wedstrijd niet eens. Nou, ik deed verslag. Dus ik heb tijdens de wedstrijd wel kan praten, was een herhaling gezien. Daar zag je het niet goed. Hij heeft ook een beetje de pech. Zij legde iemand in de Kuip vandaag uit. Hij heeft armen, die zijn langer dan die van Barbara Papa. Hij stond tegenover Veldman toen dat gebeurde. Doet hij tegen een andere verdediger, tegen Van der Hoorn, die groter is, raakt hij hem op zijn schouder. Nu heeft hij misschien een beetje geraakt, maar het gaat veel te ver om hier iets te roepen over een vooronderzoek. Maar de discussie over dat het hard was... komt er toch ook niet? Nee, voor mij. Maar het feit dat ook er komt geen vooronderzoek, helemaal niks. Maar dat de discussie is over... We hebben eigenlijk een wedstrijd in Nederland waar het om strijd gaat. Hè? Bij het Nederlands elftal zeggen we altijd, er moet meer strijd en passie in. Dan zien we dat op het veld. Tuurlijk, maar dan moet je daar wel een lijn van maken. Dan moet je wel als KNVB besluiten. Als de norm Feyenoord-Ajax is, dan moet je het overal doen. Hè, dan moet Kuyt kan alles tegen een grensrechter zeggen. Maar dan moet je bij de andere wedstrijd moeten spelen dat ook kunnen doen. En dat is een beetje het probleem. Bij de ene keer mag het wel, de andere keer mag het niet. Er is geen enkele duidelijke lijn in. Ik ben er ook wel voor, hoor. Jij houdt al van dit voetbal, mannelijk voetbal. Om naar te kijken wel, ja. Maar Kuyt is, Martijn zegt het eigenlijk al, die is echt het voorbeeld die zonder keer... overduidelijk, want we hebben zo'n scherm in de Kuip, kunnen wij de herhaling zien, zo'n 2-3 keer echt buitenspel. En toen ging hij tekeer tegen die grensrechter. Ja, dat was duidelijk, het publiek nog meer achter je krijgen, nog meer die sfeer creëren. Deed hij slim, en dat is gewoon ervaren. Je zag het op een moment met die Younes, die buitenspeler van Ajax. Dat zorgde die ook voor een klein opstootje. Ja, en dan merk je meteen, gaat die Kuip erachter staan. Ja. Voor Feyenoord was dat de enige manier om te kunnen winnen van Ajax. Gelukkig hadden ze ook een Ajax City die eraan meewerkte. Dat Van der Hoorn die bal het stadion in. Ja, dat is lekker slim ook. Dat is heel slim, zeg maar. Ja. Als de Kuip op een ploffen staat om dat te doen. Ongelooflijk. Maar over naar de orde van de dag, want het is dus nu ADO. Is de kans op puntverlies groot daar in dat duel nu na deze zegen? Ik denk dat Feyenoord wel gaat winnen, maar makkelijk gaat het daar zeker niet worden. Het is standaard moeilijk voor Feyenoord bij ADO Den Haag. Maar ja, ADO, ze moeten ook winnen daar. Er ligt best wel wat druk op. Dus ik verwacht wel een hele moeilijke wedstrijd voor Feyenoord. Ja. Nee. Jij bent weer heel... Jij denkt een makkie, ja? Nee, zeker niet. Maar ik heb wel het gevoel dat deze ploeg echt volwassen begint te geraken. En ook dit soort wedstrijden gewoon gaat uithalen. Ja, dat is wel zo. Maar je moet ook je ogen natuurlijk niet sluiten voor die wedstrijd tegen AZ. Waarin AZ grote kansen kreeg. De eerste helft tegen Ajax. Waarin ze toch redelijk werden weggespeeld. Dus er zit volwassenheid in het team. Maar ook wel kwetsbaarheid, hoor. Ik wil nog even uitstapje maken langs twee andere Feyenoord dingen. Allereerst Nieuwkoop, contract verlengd 2020. Ja, lijkt me prima. Die jongen heeft echt bewezen. Vorige week was hij een beetje minder. 2-3 goede wedstrijden, gelijk contract. Goede traditie bij Feyenoord. Maar dat kan, hè, want de derde keer in de basis. Nee, maar ik snap waar je nu op doet. Op opportunistische besluiten uit een ver verleden. Maar Nieuwkoop heeft echt bewezen een jongen voor de toekomst te zijn. We gaan dan het cliché uiten dat er een goede kop op zit. Maar is echt een hele nette, beschaafde jongen. Ja. Als je met hem praat, heel goed van het technisch kader in de Kuip om hem nu al te verlengen. En dan zie ik deze week Van de Herik bij de boekpresentatie van Leo Beenhakker. Die komt voor onze camera en die zegt dan... Vroeger kregen voorzitters nog wel eens een seizoenskaart van de club. Voor als ze afgetreden waren. Jammer dat dat niet meer gebeurt. Tegenwoordig hoort dat erkenning niet meer zo. Ik heb het even nagevraagd voor de zekerheid. En bij Feyenoord zeggen ze... We hebben voor Jorien van den Herik en zijn partner jarenlang een seizoenkaart gereserveerd. Alleen hij kwam nooit. Toen hebben we gezegd, ja, vanwege commerciële redenen is het een beetje zonde om die stoelen altijd leeg te laten. Dus we gaan die stoelen verkopen. Maar geachte heer Van der Herik, als u wilt, hoeft u maar één kick te geven. En u bent altijd weer welkom. Dat zegt Feyenoord. Twee verhalen tegenover elkaar. En de magische Kuip, die we zagen bij Feyenoord-Ajax. Als je dat ziet, dan moet het Nederlands elftal toch gewoon weer daar. Ja, natuurlijk. Dan moeten toch wel alle grote wedstrijden gespeeld worden. Ja, natuurlijk. En dan regent het maar een beetje. En dan zijn de kroketten maar koud. Daar heb je toch even maling aan. Elke voetballer van het Nederlands elftal, dat weet ik gewoon, wil in de Kuip spelen. Ja. Vanwege de sfeer, vanwege het veld, vanwege alles gewoon. Ook nog, kijk, het is ook lange termijn denken. Als je in die Kuip betere resultaten boekt. En wat ik ook heel belangrijk argument, als ik reclamemaker was en bij ING werkte, of bij ING marketing meneer of mevrouw was, ING is er voor het hele voetbal. Als er nou ergens een voetbalsfeer heerst, is het in die Kuip. Snel terug naar Rotterdam.
Bij deze gezegd. Het was de bekerweek, dus er was nog veel meer bekervoetbal. En er werden ploegen uit onze regio ook uitgeschakeld. Sommigen tot hun eigen grote teleurstelling. Kijk bijvoorbeeld maar bij Sparta. Ja, dat is heel zonde. Ik bedoel, verliezen, dat wint niet. En de manier waarop, dat wint zeker niet. Maar weet je, dit zijn ook momenten waarop ik zelfs door een uitslag als 4-0 heen moet prikken. Want wij moeten nog een heel seizoen door. Niet alleen Sparta vloog uit de beker. Excelsior blameerde zich tegen de amateurs van Excelsior 31. En ook de amateurs van Capelle konden een feest vieren. Aan de Kromme Dijk nota bene. Dan zijn we echt 2 dagen bezig geweest om te zorgen dat die instelling goed is en de focus er is. En ja, wat ik vandaag gezien heb is heel slecht. Ja, ik zal eerlijk toegeven, ik was een beetje moe. Dus ja, en ik zag hem voor zijn goal staan, dus ik denk, ja, ik probeer het gewoon. En ja, hij gaat erin. Feest was het ook in de Kuip. Ajax verslagen en dan wordt iedereen die van Feyenoord houdt gek. In de volgende ronde is Feyenoord gekoppeld aan Willem II. Al heeft niet iedereen die loting live gezien. Ik heb niet bekeken, nee. Je zag het vanmorgen pas? Ik was aan het slapen, ja. Je zag het vanmorgen pas? Nee, ik hoorde het wel nog net voor toen mijn vrouw naar bed ging. Die heeft wel gekeken? Ja. Wat mooi. Ik was moe. Ons maakt het niet uit. We moeten voor elke tegenstander winnen. Als je van Ajax kan winnen, dan kan je van iedereen in de Eredivisie winnen. En dat is mogelijk en dat moeten we gewoon nu beseffen. En of Feyenoord dan weer feest kan vieren in de eigen Kuip, weten we midden december als het bekertoernooi verder gaat. Welke blamage was groter? Dordrecht eruit of Excelsior eruit? Excelsior vind ik eigenlijk tegen een hoofdklasse, niet tegen een topklasse. Binnen 8 minuten met 2-0 voor. En als je gelijk kunt spelen bij PSV, als je kunt winnen van Utrecht, is het puur een mentaal probleem. Een chronisch gebrek aan instelling. Schande. Ja, wat moet daar nou aan gebeuren? Want dat had het kennelijk. Ja, wat moet er aan gebeuren? Groenendijk zal dat toch wel 100 keer hebben gezegd voor de wedstrijd. Van zorg dat je scherp bent, zorg dat je gefocust bent. Onbewust sluipt het er toch in op een of andere manier. Er is gewoon niks tegen te doen, denk ik. Gemakzucht. Onbewust, ja. En zeker als je ook nog eens snel met 2-0 voorkomt. Ja, hoe is dat toch mogelijk dat je dat dan nog weggeeft? Weet je die als verhalen, hè? Maar als je ziet dat er voor mij 2 eerste divisieploegen en 5 amateurs nog inzitten. Ja. Met een beetje gunstige loting. Had je net als onder Dijkhuizen, die het wel fantastisch deed in de beker, zomaar weer de laatste 4 kunnen halen. Maar instelling is toch te trainen, jongens? Je kan toch een ploeg... Nou, nee, ik weet niet of dat juist niet. Nee? Nee, dat moet dan in moet jezelf komen, hè? Ja. Intrinsieke motivatie. Maar en dan nog, ik bedoel, 40% moet je toch ook gewoon van Excelsior 31 kunnen winnen, lijkt mij. Ja. Als Eredivisieclub. Ja. Maar ja. Maar goed, ook bij Capelle wint van FC Dordrecht. Mooie overwinning. Sterker nog, Marco Bogus heeft gelijk gezegd, er moeten wat nieuwe spelers bij. Sterker nog, Capelle heeft een dik verdiende overwinning geboekt. En mooi het commentaar van Patinama. Ik kon niet lopen, ik was moe, dus schoot ik hem maar binnen. Maar Capelle was gewoon echt een betere ploeg. Die mogen nu thuis tegen VVSB. Je had ook kunnen zeggen, we hadden liever in de Kuip gespeeld. Maar sportief is dit echt een unieke kans in de laatste 8 halen in de beker. Ja, voor Feyenoord trouwens ook weer gunstig, want deze ronde hoeven ze niet te delen. Dus Willem II betekent ook weer gewoon geld in het laadje. Nee, die moeten ze wel delen. Deze wel vanaf delen? Deze moeten ze wel delen. Okay, maar dan nog, delen. Hebben ze nog wel een flink bedrag wat ze binnenkrijgen? Nee, natuurlijk. Maar dit lijkt me een goede loting. Ook bij Feyenoord zal gelden dat ze gewoon 100% scherp moeten zijn. En dan hou je ook... Tuurlijk, die beker is voor Feyenoord toch gewoon een prijs. Ja. Ja. Directe plaats ook. Ja. En Sparta speelt bij NEC en heeft de laatste tijd in de Jupiler League goed gevoetbald. Hè? Daar zijn we dan, behalve dan die 4-0 tegen NAC Breda, maar daar zijn we lovend over geweest. En dan ga je elftal aanpassen en ineens gaat het helemaal mis. Ja, hij ging 5-3-2 spelen met Dijkstra voor de 2 centrale verdedigers. En dan heeft Pastoor de hoop. En daar gaat hij misschien een beetje de mist in dat met een paar dagen trainen, je 14 trainingsweken daarvoor, waarin je anders traint, dat je dat kunt wegwissen en een nieuw systeem kunt gaan hanteren. Ja, zo werkt het dan blijkbaar niet bij profs op dit niveau. Nee, en dus lig je eruit, helaas. Ja. Wel opmerkelijk dat je wel met 2-0 nog steeds op je eigen 16 blijft hangen, toch? Maar dat kan je dan ook niet meer keren, kennelijk, in zo'n wedstrijd. Nee, en het is toch ook een logische nederlaag. Je speelt toch tegen een middenmotor uit de Eredivisie, die gewoon veel verder en beter is dan Sparta. Ja, dan kan je gewoon verliezen, hoor. Veel spannender vind ik zondag en met tegen Sparta. Je hebt natuurlijk in de competitie nu die nederlaag bij NAC geleden. Omdat Volendam ook verloren heeft, is het toch maar 2 punten. Maar je kunt... Ja, nee, maar ook verloren, hè? Ja, je kunt daar een slag staan. Maar als je verliest, kom je er in die negatieve spiraal terecht. En die hebben we helaas wel vaker gezien op het kasteel de laatste jaren. Ja, en ondertussen is het contract met Pastoor nog steeds ingetekend. Hoe zit dat nou? Wij hebben vandaag, en wij zijn Ruud van Os en ik, met Pastoor en met Manfred Laros gebeld. En die hebben allebei hetzelfde verhaal. Dus zeggen wij, die mannen zullen wel de waarheid spreken tegen ons. Die zeggen allebei, het gaat echt om verregaande bevoegdheden die wij Pastoor willen toevertrouwen in zijn ook nieuwe rol als technisch manager. Gaat het om punten
achter de komma. Duurt het lang, willen we allemaal goed regelen, nemen we onze tijd voor. En bovendien hebben wij een bestuur met allemaal mensen die het maatschappelijk goed hebben gedaan en die een druk leven hebben, komen maar één keer per 4-5 weken bij elkaar. Geef onze tijd, alles komt goed. Ik weet zelfs, pastoor wilde dat niet bevestigen aan mij, dat pastoor onlangs een aanbieding van een andere club heeft afgeslagen, omdat hij er per se met Sparta wil uitkomen. Zou hij dan Heerenveen hebben afgeslagen? Want dat is natuurlijk het verhaal. Of Heerenveen was, hoor, weet ik niet. Ik weet het ook niet, maar het zou wel verstandig zijn voor Sparta om een pastoor gewoon lang vast te leggen. Het moet nou gewoon rust in de tent komen. Het gaat helemaal niet verkeerd dit seizoen tot nu toe. Nou, bouw daar gewoon op verder. En dat kan je het beste doen door gewoon deze trainer. Van Sparta is het volledig begrijpelijk. Maar vanuit pastoors perspectief, bedoel, je hebt de ambitie. Nou, want die kan die toch bij Sparta verwezenlijken. Dat kan, maar misschien dat je ook kan zeggen, ik ga naar Heerenveen. Maar dan moet hij dan weer tussendoor verkassen. En dan heb je toch ook maar weer niet de zekerheid. Hij is nou toch aan iets begonnen, hij is aan iets aan het bouwen. Ja, dat wil hij gewoon afmaken en ik begrijp dat wel. En ik denk dat bij Sparta nog steeds mogelijkheden zijn om een keer die stap naar de Eredivisie te maken. En als dat gebeurt, ja, dan heeft pastoor het uitstekend gedaan. En dan kan hij van daaruit weer verder. Ja, goed, daar zal Jaap Sneep ook blij mee zijn natuurlijk als hij blijft. Want daar heeft hij goed mee met Sparta wat dat betreft. Wat gaan we Sparta dit weekend Emmen zondag? Dat is... Ja, wat ik al zei, vind ik echt een cruciale wedstrijd. Ga je erbij blijven bovenin of ga je toch een negatieve race neerzetten met in één week nederlagen in de competitie, de beker en nu weer in de competitie. Sparta moet bijblijven. Wat ik wel opmerkelijk vind, als ik naar pastoor luister naar het duel gisteravond in Nijmegen, die zegt, ja, we hebben eigenlijk een beetje een probleem in de aanval, hè. Maar 4 spelers die in de punt van de aanval kunnen spelen. Dat is best veel, vind ik, op dit niveau. Op dit niveau dus zeker, als je daar een probleem hebt, dan heb je iets in de samenstelling van je groep niet helemaal goed gedaan. Maar die samenstelling van de groep is gedaan volgens mij door het huidige bestuur en de huidige trainer, toch? Ja, dat heeft hij een rol gespeeld. Ja. Die is niet goed gedaan zelf ook. Ja, ja, maar er is toch helemaal geen reden voor paniek. NAC uit, die kan je gewoon verliezen. En hetzelfde geldt NEC uit. Nou, niks aan de hand. Gewoon van Emmen winnen. Ja, maar als je 4 spitsen haalt en je hebt een probleem voorin, dan dat kan toch eigenlijk niet? Ja, als je niet zoveel budget hebt. Het kan toch gewoon in een fase van de competitie dat het even wat minder loopt. Dat kan in elke linie. Dus ja, nogmaals, ik zie het niet zo somber in van Sparta, hoor. Nee? Nee, waarom? Ze doen toch keurig mee? En in die Jupiler League is het... kan iedereen wel van elkaar winnen. Dat is ook niet echt een uitgesproken favoriet. Ja, nee, ik dacht even dat Volendam het was, maar dat is niet zo. Nee, want die verliezen toch ook wel weer bij MVV, weet je wel. In Breda, dat is wel spannend. Ja, die gaat alles veranderen in Breda. Gaat die alles veranderen? Die gaat alles veranderen, ja. Die heeft de selectie doorgelicht, die heeft gekeken en die denkt... Ja, het is wel zo dat die degradatie was geen verrassing. Het was al jarenlang niet goed, hij. Nee, er was ook heel veel niet, maar die gaat een heleboel aanpassen. Benieuwd wat daar gaat komen dan, hè. Even terug nog naar Feyenoord en Dirk Kuyt. Die hebben nu een paar wedstrijden heel belangrijk zien worden voor Feyenoord. Dan zie je hem werken, je ziet hem aan de gang met die ploeg. Dan denk je toch, oh, had Blind hem dan maar gebeld voor die twee belangrijke wedstrijden. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, hoe moet je dit zeggen? Ik heb gehoord dat het geval ook is geweest. Ja, voor die dubbele interland tegen Kazachstan en Tsjechië. Ik heb dat bij Kuyt gecheckt. Die zegt, nee, het is niet aan de orde geweest. Het is wel zo dat hij zich altijd beschikbaar heeft gehouden. Dus... Als het EK zou zijn gespeeld, hè, als ze zich hebben geplaatst, want het wordt natuurlijk wel gespeeld. Maar als ze zich hadden geplaatst, dan was er altijd niet gek van opgekeken als Blind uiteindelijk toch nog bij Kuyt terecht was gekomen. Je ziet nou toch hoe belangrijk die is in een groepsproces. Geef het goede voorbeeld. Misschien dat Oranje dat wel nodig had. En Kuyt had absoluut voor open gestaan. Ik heb dat verhaal vandaag ook gehoord. Maar hij ontkent, ik heb zelf niet gesproken. Ja, ik heb het hem gevraagd. Okay. Ik zeg, klopt het dat Blind jou heeft gebeld voor een terugkeer? Hij zei, nee, dat is niet waar. Okay. Dus als hij zegt dat het niet waar is, dan... Maar daarmee zie je misschien ook wel een beetje de waarde van het wat Kuyt was bij Oranje. De waarde van Kuyt binnen een ploeg ook. Die bewijst hij nu. Het is wel fijn te hopen dat hij dat kan blijven doen. Hè? En daarvoor zijn ze ook wat voorzichtiger met de verlenging van zijn contract. Hè? Ze wachten bewust tot na de winterstop. Ook op verzoek van Kuyt zelf. Die is heel realistisch. Die zegt het gaat nu goed. Maar ik heb geen idee of dat in februari ook nog zo is. Want ik ben 35 jaar. Moet je je ogen niet voor sluiten. Maar... Na de winterstop zullen ze zeker wel bij elkaar komen. En zal er ongetwijfeld een heel flexibel contract uitrollen. Want ik weet ook zeker dat Feyenoord Kuyt absoluut wil behouden. Ook na zijn carrière. En voor hem misschien wel een rol ziet weggelegd zoals die voor Van Bronckhorst was. Hè? Ja. Dus ontwikkelen als trainer. Ja. En dan misschien wel weer een volgende stap maken. Dat over een jaar of 5 of 10 ja, misschien. Nou ja, zo snel. Wanneer stopte Van Bronckhorst? 2000? Dat is maar kort geleden. Ja. Na de WK van 2010. Ja. Ja, 5 jaar geleden. Ja. Dus zo snel kan het dus ook gaan. En als je Kuyt ziet, is het in feite natuurlijk al een trainer, hè? Ja, hij is eigenlijk collega, ik was ook in de Kuip, maar Ruud van Os, ons collega, heeft tv gekeken. Die zei in de warming-up, zag je dat met name Congolo helemaal in zichzelf was, een beetje gespannen was. En dat Kuyt naar hem toe ging en alleen maar een beetje op zijn schouders sloeg, een beetje tegen hem praten. Kuyt heeft in alle opzichten een coach in de rol. Het is gewoon een tweede trainer naast Van Bronckhorst. Ja, echt een grote absoluut. Leider. Maar is dat dan het verschil wat je dus in een ploeg nodig hebt om die stap te maken van plek 2
Ja, drie. Maar dat moet ook uit die andere spelers komen. Ja. Kijk, Kuyt van Hooydonk heeft... keerde ooit terug en dat ging helemaal niet goed. Dat ging niet goed. Misschien dat Kuyt een wat andere benadering heeft. Hè. Kuyt geeft echt het goede voorbeeld. Ik weet nog dat in de voorbereiding hadden ze die fietstest. Dan moet je volgens mij een bepaald wattage of zo bij elkaar trappen. Ik heb geen idee. Je hebt vanmorgen nog gedaan. Ja, ja, en? Ja elke ja, ochtend. Nee, ook 400 ja, of niet? Nee. Maar goed, als je drie... Daar hebben we binnenkort ook een filmpje van. Ja. Ja. Maar als je dan 300 haalt, dan doe je de top. En Kuyt die trapte zo 400 bij elkaar. En die jonge spelers stonden elkaar aan te stoten van, ja, kijk nou, die man is bijna 34, maar toch al zoveel, kunnen ja, wij eigenlijk niet achterblijven. Ja. Ja, en dat is wat je, waar je op hoopt als club. En daardoor is die terugkeer van Kuyt, pakt hij tot nu toe goed uit. Ja. En het grappige is natuurlijk ook wel dat niet iedereen stond te springen dat hij maar per se moest komen. Nee, want jij was in het begin ook sceptisch. Ik was ook sceptisch, ja. Ja, maar het is toch een speler van 35, maar ik was niet alleen sceptisch. De leiding van Feyenoord was ook sceptisch. Ja, ze wilden ook eigenlijk in het begin niet, toch? Nee. Uiteindelijk is dat door omstandigheden toch... Het was ook een prima contract wat ze hem aan konden bieden. Het is ook niet zo dat Dirk nou miljoenen verdient. Nee, het was prima te behappen voor Feyenoord. Hebben ze het gedaan? Ja, en je ziet het nu. Maar daar zit dus het verschil. En als je dus terugkeert bij een club en je doet het op deze manier, dan kan je dus wel overwicht hebben. Ja, maar het zit in zijn karakter. Dat blijkt. Dus zou je ook in hem wel die trainer zien. Die rol kan hij ook vervullen in de komende jaren. We hebben aan het begin van deze uitzending begonnen we over Van Bronckhorst. De onervaren Van Bronckhorst, die dus goed doet. Daar zit één ervaren man bij. In de persoon van Jan Wouters. Hè? Heel ervaren als assistenttrainer. Wat is nou zijn rol? Kunnen jullie dat duiden? Ik denk dat hij belangrijk voor Van Bronckhorst is op het gebied van tactiek. Hè? Van hoe het elftal neer te zetten, de keuzes. Ik begrijp wel van spelers dat het niet iemand is die heel veel met die spelers nou communiceert. Geen koekje voor hem, zeg maar. Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk, hij heeft wel een Timmermans oog natuurlijk als het gaat om voetbal en om oplossing en om tactiek. Ik denk dat dat hij wat dat aangaat heel belangrijk is voor Van Bronckhorst. Dat hij er ook heel veel van kan leren. We zitten op het einde van deze uitzending. Ik bedacht mij, we hebben al een hele tijd gesproken over de UEFA Cup. Hè, de straf van Europa de UEFA, League, ja. De Europa League. Met AS Roma. Hoe staat het daarmee? Want het is zo lang stil. Het is al maanden stil. Er is een uitspraak geweest van de Tuchcommissie. Die hebben twee dingen gezegd. We gaan jullie straffen, €50.000. En twee duels voorwaardelijk zonder publiek. Vanwege troep op het veld gooien. Vanwege trappen die onbezet waren. Onveilige situaties. En Feyenoord zegt, die straf accepteren wij. Toen was er die andere straf met die bananen. Hebben we allemaal gezien. Heeft de UEFA gezegd, racisme. Feyenoord heeft gezegd, dat pikken wij absoluut niet. Verklaringen van Kalou zijn er geweest. Van Cizé, wij zijn zeker geen racistische club. Daarvoor kregen ze ook een straf van €50.000 boete. En een wedstrijd zonder publiek. In beroep, dat duurt allemaal lang, omdat UEFA tientallen van dit soort zaken op jaarbasis moet behandelen. En heeft gezegd, dossiers van clubs die niet Europees spelen, hebben bij ons absoluut geen prioriteit. Dat gaat nog even duren. De verwachting is trouwens dat de beroepscommissie van de UEFA de straf gaat handhaven. Dat gebeurt in 9 van de 10 gevallen. Maar deze zaak, en dat snap ik zeer, als volger van deze club, als inwoner van deze stad, dat Feyenoord het absoluut niet pikt dat ze te boek blijven staan als racistische club. Dus desnoods gaan ze door naar het internationale tribunaal. Of tribunaal. Kas gaan ze naartoe. Om die straf daar tot de hoogste orde aan te vechten. En dan snap ik volkomen, vind ik zelfs, een uitstekende actie van de club. Zullen we afsluiten met... Maar het kan nog maanden duren. Kan nog maanden duren. Oké, zullen we afsluiten met breaking news? Heb je het al gehoord? Is nieuws, hè? De grote tennispartij. Oh ja. Hij is 18 november. Ja. 18 november. We hebben een datum. Ja. Dinsdag 18 november om 2:00. En jouw kennende ga je kaartjes verkopen. TC, lekker. Je gaat er geld aan verdienen, denk ik. John de Wolf en ik delen de recette. Nee, wij gaan gewoon lekker. Hoe zit het in Ahoy? Ahoy. 18. Nee, maar indoor is te snel. Ik wil op een traag treffen. Ik wil John helemaal gek maken. 18 november, dus zet hem in de agenda. Dat wil je zeker meemaken in Lekkerkerk. Dan spelen John de Wolf en Jan Dirk Stouten tegen elkaar. John de Wolf trouwens dit weekend tegen Barendrecht in de topklasse. Ja, gaat hij gelijk verliezen, Johnny? Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel Martijn dat je er was. Ja, tot snel weer. Jan Dirk, jou ook dank. En jou ook dank voor het kijken. Komende zondag is er een nieuwe FC Rijnmond. En dit weekend is al het voetbal natuurlijk weer te volgen op Radio Rijnmond of op de streams. Dus kortom, veel voetbalplezier dit weekend. Zou ik jij de mosselen? Je moet eens even mega.